Grinta TV zit bij Veltec Benelux, bij Niels Heuvelman, productmanager van Veltec Benelux. Niels, we zitten hier bij de heel mooie fiets, de Cento Uno van Wilier. Het is de fiets van Alessandro Ballan. Het is een replica, niet de echte fiets. Daarvoor is een paar maatjes te klein, deze hier. Maar wat is zo bijzonder aan de Cento Uno? De Cento Uno is eigenlijk de opvolger van de Cento. Cento was gemaakt voor de 100-jarige verjaardag van Wilier. De Cento Uno is op een aantal plekken geëvalueerd. Bijvoorbeeld de trappas, die is nu geïntegreerd. Waardoor er meer stijfheid in het bracket is gekomen, omdat daar meer materiaal gebruikt kan worden. De zadelpen is geïntegreerd geraakt. Misschien wel de grootste nieuwigheid, omdat er weinig concurrenten of collega's zijn die dat gebruiken, zijn de nieuwe achtervorken. Waar de linker en de rechter achtervork nu gescheiden zijn. Normaal gesproken vormt de liggende achtervork een set en de staande achtervork een set. En nu is links en rechts gescheiden. Heeft een groot voordeel dat je dus met verschillende materialen kunt werken in de linker en de rechter achtervork. En zo verschillende belastingen optimaal kunt weerstaan. Zal die Cento Uno ook in regenboogversie verkrijgbaar zijn? Of is dat in de standaardkleuren? En zo ja, welke zijn die standaardkleuren dan voor de Cento Uno? Het idee was om de Cento Uno in 5 kleuren te maken, waaronder 2 specifieke teamkleuren. Dus een speciale lamprekleur, zoals de ploeg daarmee rijdt, en een speciale kleur van Cunego, zoals ook met de vorige Cento Uno was. Ondertussen is de realiteit dat Ballan wereldkampioen is geworden, gelukkig. En is er natuurlijk een speciale replica voor Ballan gemaakt. En die kleur is ook te verkrijgen. Vanaf januari is die leverbaar. Hoe licht is de fiets? De fiets, de totale frameset zit rond de kilogram. Dus het frame aan zich is iets zwaarder geworden. Dat heeft vooral te maken met de integratie van de onderdelen. Dus als we een frame plus trappas plus zadelpen nemen, is die weer een stuk lichter geworden dan de Cento. Tot slot, wat is eigenlijk de juiste uitspraak nu eigenlijk van dit fietsmerk? Want het is echt wel... Italianen spreken eigenlijk elke lettergreep los uit. Dus dan is het Wilier. Het zijn in Italië dus ook 3 lettergrepen, de W en de I, L-I-E-R. En als je het dan uitspreekt, is het echt Wilier. Dus niet Wilier of Wilier, nee. Nee. Echt 3 losse klanken, dus Wilier. Aan het onthouden. Oké, dankjewel. Op de stand van Veltec Benelux nog altijd, bij productmanager Niels Heuvelman. Niels, naast Wilier Cento, jullie verdelen ook Cervélo. De P3 Carbon was het heel snel tijdritframe van Fabian Cancellara. Maar er is nu een evolutie op, de P4, die is zowaar nog sneller. Dat klopt inderdaad, de P4 is de opvolger, of eigenlijk inderdaad een evolutie op de P3C. Opnieuw een grote sprong gemaakt. De sprong tussen een P3 en een P4 is zelfs de grootste sprong die Cervélo ooit heeft gemaakt in de ontwikkeling. Het scheelt ongeveer een halve minuut per 40 kilometer. Dat is dus veel op topniveau? Absoluut, dat is ongekend. Er zit ook enorm veel ontwikkelingswerk in. Onder andere een dikke 600 uur windtunnel testen. En op die manier is het ontwerp helemaal geoptimaliseerd. Jullie verdelen ook onderdelen natuurlijk, Easton onder meer. Easton heeft een nieuw krankstel op de markt. Ja, Easton is 3 jaar geleden als de eerste en nog steeds de enige leverancier in de fietsenbranche die carbon nanotubes in een carbon gebruikt. Tot nu toe waren dat vooral al ontworpen producten waar het materiaal werd veranderd, waardoor een gewichts- en een sterktewinst kon worden bereikt. De EC90 Krenk is het eerste product wat specifiek ontworpen is voor die nanotechnologie. En heeft daardoor absolute recordwaarde als het gaat om duurzaamheid testen. Tot slot, wat verkies je eigenlijk? Dit wagentje of een top Cervélo? Als productmanager heb ik natuurlijk echt een zwak bij de fietsen. En ik denk de gemiddelde snelheid, zeker bergop, zou een fiets hoger liggen dan met dit wagentje. Oké, bedankt. Oké, jullie ook bedankt.